Lisbeth stelde mij de vraag, mag ik met Toby nog sporten terwijl hij artrose heeft? Nou, Lisbeth, dat mag zeker. Je mag Toby zeker laten sporten. Maar waar je wel rekening moet houden, is dat er iets versleten is in het lichaam en dat hij dus niet alles meer kan. Maar één ding is zeker, hoe beter je beweegt met het gewricht, hoe beter je uiteindelijk de voeding van het gewricht stimuleert. Immers, de voeding van het kraakbeen vindt plaats door beweging. Het is een soort spons waar de gewrichtsvloeistof in en uit gepompt wordt. Dus hoe meer je beweegt, hoe beter het kraakbeen gevoed wordt. En er is weliswaar kraakbeen verdwenen, maar dat wat overblijft, blijft ook veel beter van kwaliteit wanneer je maar beweegt. Dus het is zeker zinvol om te blijven bewegen. Je moet niet overdrijven, dan gaat het mis. Dus kan je nog sporten? Dat zal je zelf moeten uitzoeken. En daarbij moet Toby de grens aangeven. Want ja, doe je te veel, dan zal hij inderdaad last krijgen. Dan weet je dat je de volgende keer dus een stuk minder moet doen.